Goedemorgen. Het is 6:30. En ik ben wakker. Ik spring even onder de douche. Om 8:00 moet ik bij de opnamelocatie zijn vandaag. Voor een leuke lange dag filmen. We can do this. Oké, ik heb gedoucht en mijn haar gedaan. Ik moet zeggen, sinds ik de humidifier weer in de slaapkamer heb gezet, slaap ik echt wel beter. Ik heb heel erg last van een verstopte neus 's nachts. Ik heb altijd al gehad, sinds ik zwanger ben, 10.000 keer meer. En de tip is dan om een humidifier in je slaapkamer te zetten. En ik heb meestal het idee van, nou, het werkt wel een beetje, maar bijvoorbeeld nu, ik kan ademen, jee. Het is heel irritant als je mijn neus verstopt. Daardoor gaat mijn mond open, daardoor krijg ik zo'n leren laptong van het ademen. En dan word ik wakker van en een droge mond en een verstopte neus. Crazy, dus ik kan het iedereen aanraden. Ik krijg ook heel vaak de vraag welke het is. Dus ik zal kijken of die nog te koop is. Dan link hem hieronder. Maar ik heb hem gewoon bij Bol besteld. Ja, toevallig is het ook een soort van baby must have. Om dat in je kamer te hebben. Nou, we hebben hem al staan. Het is wel echt fijn. Oké, dit is wat ik meestal aandoe als ik een shoot heb. Echt heel comfortabel. Ik weet in dit geval dat mijn onderkant niet zo interessant is. Dus ik kan mijn eigen onderkantje aanhouden. En dan een los shirt. Want als je dan opgemaakt wordt, dan kan je dit heel makkelijk uitdoen. Kun je heel makkelijk doortrekken tot hier. Of touch-ups met poeder, dat soort dingen. Ja. En dan een vest. Het zit zo lekker, joh, deze legging. Oh. Ik ga Miss Dior oude toilet op doen. Ontbijt. Geen brood meer. Dus ik eet een wrapje. Wij hebben nog yoghurt, maar dat vind ik dan net even te weinig voor nu. Dit is ons meest onflatterende licht hier in huis, onder de eettafel. Als je hier zit, dan is het echt horror. Oké, ik ben op de set. Volgens 20 mensen crew. Kijk, jongens. Heel veel people's. Ik zat zo net te denken, dit is... Ik ben blij dat ik een extrovert persoon ben, want... Het is best wel heftig als je dan met heel veel mensen op set bent. En iedereen is in principe op jou aan het letten en... Ik haal er wel energie uit, maar ik kan me voorstellen dat het best wel eng is als je introvert bent. Daar is Max. Hey! Zijn al die mensen hier nou voor jou? Moet ik kijken? Ja, ik zit net te zeggen. Staat hier 30 man. Wat ga je in godsnaam doen? Ja, ik zat net te zeggen, je moet geen introvert persoon zijn als je dit... Nee, we zijn op zo'n soort avatar aan het doen. Ja. Zij heeft mij nog heel veel zitten. Ik kom eraan. Oké, er zit een opname op. En we gaan zo weer verder. En weer heerlijk lunchen hier. Het is altijd zo lekker eten hier. Tijd voor lunch. We hebben ongeveer bijna de helft op zitten. Zoiets. Ik ga zo even heel goed chillen. Oké, we zijn klaar. Iedereen is gaar volgens mij. But it's a wrap for today. Oké, dag 1 zit erop. Ik moet zeggen, ik heb het volgehouden, maar het had niet 1 stukje langer moeten doen. Want we doen iets met stukjes, zeg maar. I'm a trooper, wat dat betreft. Dus ik ga er gewoon voor. En ik ben altijd, weet je, werk is werk. Alleen ik snap wel wat mensen bedoelen. Als je zwanger bent, dat je dan toch op zulke dagen toch nog wel even soms een beetje op de rem moet drukken. Maar het ging helemaal goed. Allemaal lieve mensen die allemaal de hele tijd vroegen of het allemaal goed ging en zo. Dat is ook belangrijk. Weet je, je zou maar op een set staan met allemaal mensen die zeggen, hè, ga eens nog even wat langer door. En dan hoor ik horrorverhalen van mensen dat er wordt gezegd, nou, we slaan de lunch vandaag over. Dan kunnen we nog meer doen en zo. Terwijl, zeg maar, degene zwanger is en zo. Dan denk ik, wauw. Weet je, al ben je niet zwanger, waarom zou je dat soms doen als je pittige draaidagen hebt? En ik heb er gewoon wel echt van geleerd dat ik... Of althans, ik heb dit natuurlijk al vaker gedaan, maar ik merk echt dat ik echt wel energie krijg van dit soort dingen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat anderen dit echt helemaal niks vinden. Maar ik vind het wel leuk, gezellig, weet je, leuk. Goeie feedback en zo, ik hou ervan. Oké, kom, we gaan naar huis. Ik heb eigenlijk een première staan vanavond voor Suriname de film, maar dat trek ik echt niet, dus ik ga gewoon lekker naar huis. Tijd naar bed, morgen weer om 8:00 hier zijn. Het is trouwens 5:00, dus het scheelt nog wel 8 tot 5. Alleen het is natuurlijk een verschil of je in het middelpunt staat of dat je iets, ja, ik weet niet, het vreet gewoon energie. Oké, navigatie, kom op. Oké, mijn telefoon wil niet meer werken. Vertel me, 9:00 in de belangstelling staan. Zou jij dat kunnen? Of zou jij denken, ik zou helemaal gek worden? Ben jij meer een introvert of een extrovert type? Let me know. Ah, kom op. Oh ja, hij doet het. Ik ben thuis. Mm-hmm. En Fofie heeft ongelooflijk schattige cutie tupetutie. Wacht, ik moet even met licht laten zien.
Wat is dit nou weer? Dit zijn Tom en Jerry sneakers. Oh, zo cute. Kijk, Tom en Jerry hierachterop en zo. En dan kun je met de klittenband. Deze komen dus ook nog in mijn maat. Oh, even heeft de was gedaan en alles super chill. Ik ga nu op de bank hangen. Is weg. Ja, fijn. Love it. Hey, manies. Oké, 20:40, de vlog is af. Hè. Het is ook nog eens een vlog van freaking 30 minuten. Oeh, 30 minuten. Ik hoef altijd allemaal nog edit, maar dan moet ik hem nog checken en alles. En dan ben je toch alweer tijd kwijt. Dus nadat de vlog af is, ga ik denk in bed liggen. Ik ben echt helemaal gaar. Nee. Ja. Prinses Nies. Ja. Heb je het dan nu alweer? Oh, dat zijn iets schillende dingen. Oké, ik ga slapen. Wel te rusten, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doeg!